Tot zover. Tot morgen. Sneller praten, Jordi. Sneller. Als je deze tuurt, ga je vanzelf sneller praten. Jeetje. Nou, jij kan dat. Jij praat altijd heel snel. Maar toch, hoe meer fragmenten ik voorbij zie komen, hoe meer ik dat programma ga missen. Ook al wat je weet wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. Dan denk ik van ja, het was toch wel een iconische uitzending elke dag. Ja, en nu na 17 jaar stopt de samenwerking tussen Matthijs en BNNVARA. Nou ja, in ieder geval voorlopig. En ik geloof dat de verhoudingen wel heel zwaar verziekt zijn. En dat er heel wat water door de Rijn zal moeten stromen voordat er tussen die twee weer wat wordt. Maar ik denk toch dat ze een beetje aan elkaar, tot elkaar veroordeeld zijn. En dat er veel aan gelegen is om op een gegeven moment de draad weer op te pikken. En er zal een hoop voor nodig zijn. En ik denk dat de VARA vandaag nog olie op het vuur gegooid heeft door excuses aan te bieden onder het mom van als Matthijs het niet doet, laten wij het dan in elk geval wel doen. En dat zal uitgepraat moeten worden. Dat onderzoek zal worden afgewacht wat daar gaat plaatsvinden. En dan met een soort van mediation of zo. Als hij dan al niet na de fusie van RTL en SBS daar terecht gekomen is, tenminste. Dan zie ik het misschien nog wel eens opleven. Kijk, dat vandaag in Insight terugkwam en zo snel, dat hadden we ook niet gedacht. Dit gaat natuurlijk over andere dingen. Maar juist de belangen van die twee en Matthijs als presentator van de Nederlandse televisie, die mag toch eigenlijk niet verloren gaan. Maar eerst ging gisteren de directrice van BNNVARA diep door het stof. Dat deed ze in Nieuwsuur. Ik hecht er ook aan om een diep gevoelde spijtbetuiging te doen. Nou, al die mensen, al die oud-collega's, ook collega's die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden, die in angst hebben gewerkt, die dat leed hebben moeten ervaren, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat is zo. En ja, dat excuus, dat ruimhartige excuus, dat is vanuit Huizen van Nieuwkerk nog steeds uitgebleven. En dat vind ik eigenlijk wel onvoorstelbaar, hoor. Dat je dat zoveel moeite kost om in te zien dat je gewoon niet lekker bezig bent geweest. Terwijl je er ook al een keer op aangesproken bent in College Tour toen je daar zat. Zullen we daar eens even naar luisteren? Dit was in 2011, nadat jij al had gepubliceerd dat het daar één grote slangenkuil was. Nou, dat verhaal in de privé, is daar is zo ontzettend veel niet van waar. Over de 18 mensen die je eruit gebonjourd zou hebben? Laat maar. Dus dat is, maar vervelend is het wel, want je wordt er veel over aangesproken. Heel veel klopte niet. Verreweg het meeste klopte niet, omdat er veel namen in stonden die niet bij ons hadden gewerkt of er nog werken, weet ik veel. Ik kan het niet meer helemaal reproduceren. Ja, dat klinkt wel als Willy Wartaal, hè? Dat namen die er niet hadden gewerkt. Ik heb daar gezeten destijds met drie redactrices die aan tafel, die 19 namen waren het opschreven van, nou, die en die, oh ja, en die ook nog. En zo kwam dat artikel tot stand. En die hebben daar wel degelijk gewerkt. Daar lult er later ook overheen, heel vrolijk. Maar ja, ik kan niet zeggen dat de VARA niet wist, want die zullen toch ook wel naar hun eigen programma's kijken. Maar dat is de volgende vraag. Waarom is er destijds niets gedaan in 2011 en nu in één keer wel? Het programma is van de buis. Heeft het daarmee te maken? Nou ja, Frans Klein vond het geen betrouwbare bron. Dan had hij eventjes bij die 18 namen te raden moeten gaan, denk ik. Dan had hij wat anders gehoord. Volhouden dat niemand het heeft geweten. Terwijl het publieke geheim was van Hilversum, terwijl het zich in Amsterdam afspeelde allemaal. Dat wil wel zeggen dat genoeg mensen daarvan geweten hebben. En er genoeg mensen in staat waren geweest om in te grijpen. Maar dat niet hebben gedaan. We blijven toch nog even bij dat interview bij College. Door, want dat was eigenlijk op alle vlakken opvallend. Eigenlijk zijn reactie al op het privéstuk. Maar ook dit fragment moet je even luisteren. Wat is de ergste ervaring ooit waarna je dacht van, nou, ik stop er nu mee? Iemand die voor je neus staat, neus aan neus bijna, met een soort glazige blik en die je helemaal uitscheldt. Dat je de grootste lul in een programma, een zak gevoelde klozen dat. En het gaat maar door. Ja, op Dumpert staat erbij, naar, hè? Maar ik val bijna van mijn stoel. Dit is toch... Ja, je gaat er bijna aan twijfelen wie of hij die cafébezoeker niet opgezocht heeft om zo'n neus en neus. Want het is precies wat er beschreven wordt in het Volkskrantstuk. Dus ja, als je daar zo overgevoelig voor bent, doe het wat gij niet wilt wat u geschiet, doe het ook een ander niet. Hè? Nou, hij gaat zich nu beraden, hij gaat zich terugtrekken ongetwijfeld in zijn boerderij. Ja, maar er is wat mis met die man. Ja. Dat is gewoon een iets wat veel onder ogen, heel snel onder ogen had moeten worden gezien. En hij moet daar wat aan gaan doen en dat is helemaal geen schande. Maar als je nu iedereen hoort zeggen, ja, if you can't stay the heat, stay out of the kitchen. Degene die niet tegen die hitte kon, dat was volgens mij Matthijs. Precies. Nou ja, de gevolgen zijn dat Connection stopt, Matthijs gaat door, stopt Sansons. Nou ja, dat was eigenlijk al een beetje klaar. Dat is ook wel klaar, hoor. Ja. Nou ja, en dan keert hij misschien terug. Nou, ik nog even aan jou. Zou die bijvoorbeeld, jij werkt bij Talpa, zou je hem daar van harte welkom heten als collega? Nou, ik zit niet op die afdeling die daarover gaat. Nee, maar ja, je kent er mensen. Ja, het is een begenadigd presentator. De beste die we gehad hebben waarschijnlijk op eenzame hoogte met Jeroen Pauw, blijf ik zeggen.
En ik zou het zonde vinden als die man nooit meer op tv kwam. Maar dan moet hij wel aan zichzelf helpen iets gaan doen. En dan zou het mooi zijn als hij diep door het stof gaat in de privé. Want dan is de cirkel gewoon weer rond. Dan zie ik hem nooit meer terug op tv. Dat zie ik niet als dat de voorwaarde is. Maar ja, ergens moet hij dat doen, publiekelijk. En dat is heel vervelend. Maar door die zure appel moet je maar even heen dan.